Baby culo, go down. Wij gaan nu een relatietest opnemen. Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij weer een gloednieuwe... vlog. We staan helemaal klaar, want... Wij gaan eten, we gaan uiteten met Sammy en Evi. Want Sammy en Evi gaan vandaag... We moeten die terugbrengen naar de luchthaven zelfs. Want die gaan terug naar Spanje. Helaas. Dus we gaan nog eens even lekker uiteten voordat ze vertrekken. Wat een mooi weer. Ja, zelfs hier is het mooi weer. We hebben het zonnetje meegebracht. We hebben het zonnetje meegenomen van Dubai. Ik moet zelfs mijn venster openzetten, omdat het zo warm is. Maar wij gaan dus vertrekken naar het restaurant. We zijn terug van het eten, mensen. Het was heel druk in het restaurant. Daarom hebben we niet zo veel gefilmd. Maar... gewoon gezellig gechillt. En we hebben gewoon gezellig even privé. Niet altijd gefilmd worden. Dus ja, vond jij het ook lekker? Ja, wat had je genomen? Croque madame had ik. Oh ja. En ik had een croque monsieur. En nu gaan we van auto wisselen, want we gaan Sammy en Evi wegdoen. Daar zijn ze toch. Oh, ik ga ze wel missen. Oei, mijn sleutel. Ja, ik ook. Maar ja. En alles komt een eind. Tot zo! Hola. Voilà, ze. We hebben ze weer afgedropt in Zaventem. Oh ja, dit liedje speelde trouwens in het vliegtuig naar Dubai. Daar gaan ze! Ja, daar lopen ze nog, ze. Oh, we gaan gelukkig al heel snel. Ja, we gaan binnen 3 weken ook naar hun, dus dan zijn we weer daar. We vliegen nu... meer dan iets anders. Ja, dat is echt. En nu gaan wij op het gemaakt naar huis. Klopt, blijf fucked up, is allemaal straks te lang. Baby, cool off, go down, pass it. Baby, jij bent sexy. We zijn terug thuis. We hebben Sammy en Evi weggebracht en wij gaan nu een relatietest opnemen. Ik ben heel benieuwd. Ja. We hebben allebei vragen opgezocht en opgeschreven en die gaan we nu stellen aan elkaar. En dan gaan we kijken wie van ons elkaar het beste kent, zeg je dat zo? Ja. Ben benieuwd. Ik ook. Oké, we zitten klaar. Oh, waar zijn mijn vragen nu? Daar. Oh. Oké, dus we hebben allemaal vragen opgeschreven voor elkaar. Ja. Over elkaar. En wie dus de meeste vragen juist heeft, is gewonnen. En de verliezer, die moet iets doen. Maar waar? We zullen zien. Ladies ik heb first. Sommige wel makkelijk, hè. Ja, ik ook. Ik heb wel sommige makkelijke vragen. Oké, ladies first, begin maar. Oké, wat is mijn favoriet eten? Ja, hebben we dat nu net niet al gediscussed? Ja, wacht het daar dan niet in. Nou, wacht, maar ik ben het al vergeten. Toevallig hadden we het hier net over. Ja, we hadden het er net nog over, maar ik ben het eigenlijk al vergeten. Ah nee, fritten. Ja, frietjes. Frietjes, sorry. Fritten. Ja, één puntje. Dus 1-0. Oké, wie is mijn favoriete artiest momenteel? Idali. Die hadden we daar straks nog op staan in de auto trouwens. Die had je ook echt in je hoofd. Ja, nice. Idali, ja, ik vind die echt wel hard. Hier komt een liedje. Dit is Idali, voor de mensen die Idali kennen. Baby, coolo, go down, pass it. Oké. Wat wou ik vroeger als kind... Wacht, is dus 1-1 of wel? Ja, 1-1. Okay. Wat wou ik vroeger als kind worden? En ik heb er een spreekbeurt over gegeven zelfs. Want je moest zo in het lager dan zo, wat wil je later worden? En ik heb er wel een spreekbeurt over gegeven. Dat weet ik dan? Ja, ik heb dat wel eens verteld, maar... Ik heb het alles gezegd. Jij hebt al gezegd van jij zou dat wel goed kunnen. Geen dierenarts. Maar ja, dit mag niet en ik heb het fout. Het was juffrouw. Echt? Ja, in de lagere school wou ik juffrouw worden. En dan moest je een spreekbeurt geven. En dan moest je dus voorwerpen meenemen. Maar ik was zo onvoorbereid dat ik gewoon daar in de klas een lab vonden. Oké, volgende vraag is ja, het is wel een beetje makkelijk, die moet je weten. Wat is mijn droomauto? Je hebt er wel verschillende, hè? Maar echt. Ik heb een top 3, maar welke staat op 1? G-klasse. Ja. AMG. Wat was mijn minst favoriete vak in het middelbaar? Wajoe, ik heb die vraag ook, denk ik. LO. Nee. Ik weet niet, ik dacht misschien dat je zo lui zit of zo. Ja, wiskunde. Ja, maar dat mag niet. Jawel. Maar zo kun je toch... Fout is toch fout? Waar kan ik van blijven eten? Niet snoepen, hè. Waar kan ik van blijven eten? M&M's. Nee. Niet snoepen. Echt eten. Van zoveel. Dat hebben we ook daar straks nog. Tapas. Ja. Maar nee, ik had het wel in mijn hoofd, maar Senne eet echt super graag tapas. En als er dan zo verschillende dingen zijn, dan blijft hij gewoon eten. Oké, next question is... Welke studentenjobs heb ik gedaan? Jobs? Bij mij weten maar één.
En dat is in het ijssalon werken. Echt? Ja, maar ik heb er wel een. Ja, in twee verschillende ijssalons, maar weet ik. Nee, dat is wel waar. Ik heb alleen maar ijs geschept in mijn leven. Oké, ik ga even een iets moeilijkere pakken. Wat was mijn favoriete computerspel naast Minecraft? Want Minecraft heeft iedereen gespeeld. Maar wat was... Flight Simulator. Ja, ik ken mij beter dan ik dacht. Wat is mijn favoriete vakantieland? Ja. Het is gewoon mijn go-to land. Niet de... Ja, Spanje. Ja, Spanje. Je ziet het. Ik ken iemand te goed. Oké, 3-4. Jullie zien de score in beeld, hè. Mijn stelling heeft 3 punten en ik heb 4 punten. Waar hangt de score? Hier. Heb ik ooit iets gebroken? Nee. Waarom heb ik zo'n makkelijke vragen? Je weet me gewoon. Dat is niet per se makkelijk, maar ik weet dat omdat... Ik heb gewoon al eens gezegd tegen je dat ik mijn arm heb gebroken en jij zei... Ja, maar weet ik wel of je dat onthoudt, hè. Tuurlijk. In welke landen ben ik al geweest in mijn leven? Minimum 4. Ja, Spanje. Ja. Nederland. Dat telt ook, ja. Hè. Ja, dat telt. Egypte. Ja. En Verenigde Arabische Emiraten, daar zijn we pas geweest. Ja, maar dat is het puntje van u. Let's go, baby. Egypte, wow. Ik vind het chic dat je dat wist. Ja, dat heb je ook al zo vaak verteld. Ja, omdat dat echt leuk was. Wat is... En zonder te kijken, want dit... Ik ga die vraag stellen omdat je dat al fout hebt gezegd, maar wat is mijn oogkleur? Groen. Je hebt zo vaak blauw gezegd al. Ja, hè? Maar daarom. Maar het ding is gewoon, het leunt echt tegen blauw aan, hoor. Totaal. Kijk. Ja. Mensen, kijk naar mijn ogen. Maar... Zien jullie dat? Dit is toch geen blauw, of wel? Ja, nee, het is groen, maar... Ik heb het 2 keer gezegd. Wat zou ik bij de McDonald's bestellen? Ah, dat hebben we ook pas nog gezegd. Oké, sowieso chicken nuggets. Ja. En hoeveel meestal? 6. En een dubbele cheeseburger. Ja. Maar niet 2 burgers, hè, mensen. Dat is een burger en... Dat weet toch iedereen? Dat weet ik niet. Een dubbele. Een double cheeseburger. Oké, deze... Ja, maar deze is ook zo makkelijk. Ja, als ik een beroemd persoon zou kunnen zijn voor 1 dag, wie zou dat dan zijn? Like Mike. Like Mike van Dimitri Vegas en Like Mike. Wat is mijn lievelingsaccessoire? Ik bedoel, je hebt zo horloge, oorbellen, ringen, kettingen. Ringen. Ja, dat is wel. Als je die niet aan hebt, als ik mijn ringen niet aan heb bij mensen, wajo, ik wil terug naar huis rijden gewoon. Dat is echt, je hebt dus 1 keer geprobeerd van terug naar huis te gaan, maar dat heb ik toch niet toegelaten. Omdat ik mijn ringen niet aan heb. Dat voelt voor mij. We waren echt al wel ver van huis. Ja, we waren zo richting IKEA was dat toen. Dat voelt gewoon naakt. En mijn horloge heb ik ook moeite bij. Ja. Vroeger droeg ik ook elke dag een horloge, maar ik weet niet, dat is een beetje weg. Je went daar aan als je die aan hebt, maar je went daar ook aan als je die niet aan hebt. Oh. Welke instrumenten kan ik bespelen? Oh my god, nee, dat is moeilijk. En wacht, hè. Ik moet even te goed nadenken wat er zijn. Oké, welke instrumenten kan ik goed spelen? Piano. Ja. Drum. Ja, dat was het. Ja. Ik ging kijken of jij nog een meer wist, maar... Ik wou zeggen, gitaar, wat heb je nooit gedaan? Nee, ik heb dat geprobeerd, maar dat is echt moeilijk. Ik heb er ook niet zoveel tijd in gestoken. Okay. Ik heb veel te makkelijke vragen. Nu. Nee. Ja. Ah ja, ja, deze is leuk. Deze is leuk. Wat is mijn favoriete ijsjes smaak? Ik ben versaat aan ijsjes. Maar echt versaat. Het is sowieso een van Choco Berli. Berli. Choco Berli. Kinder Bueno. Ja. Met Bueno saus. Ja, maar gewoon de ijsmaak. Oké. Okay. Is boom. Inderdaad kinder. Real. Wat was mijn favoriete vak op school? Ik weet het zelf eigenlijk niet. Oei, hallo. Nee, ik denk het wel. Ik kan het zelf niet goed. Ik kan het zelf niet goed. Ik denk dat veel jongens hun favoriete vak wel hallo is. Laatste vraag voor mij. Wat zijn 3 dingen die ik zou willen meenemen als ik strand op een eiland? Dat is moeilijk, ja. Maar zoek het niet te ver. Ja, ik zou gewoon als eerste zeggen make-up, maar dat heb je daar niet nodig. Nee, maar ik snap het wel, dus ik geef je daar wel 1 ding. Omdat ik daar gewoon elke dag wel, ja. Oké, Het is echt... Uw gsm? Ja. Mij? Ja, maar het zijn dingen, schat. Oh. Jij zit er standaard in mijn valies. Dan zou ik zeggen... Nee, wacht, het is iets als je me echt goed kent en je weet wat ik graag doe. En je hebt het al gezegd, deze dingen, dan weet je wat ik mee zou nemen. Dat zou ik echt 100% meenemen, omdat ik het gewoon niet zonder kan. Maar zeg maar wat jij dacht, misschien geef ik u ook een punt voor. Ja, ik wou zeggen, ik wou gewoon zeggen, ja, muziek en koptelefoon. Ah nee, dat was niet. Maar je mag nog. Ik gun u.
Ik heb het al gezegd. Ja, niet het voorwerp op zich, maar wel hoe ik ben. Je weet wat ik graag doe. Wat doe ik elke dag? Ja, schminken. Ja, maar nee, wat doe ik elke dag? Waar jij je soms een beetje aan ergert. Waar het echt ligt zelfs in deze ruimte. Het ligt in deze ruimte? Een kopieermachine. Nee, ik weet het echt niet. Wacht. Wat bij mij past nog... Er ligt hier ook een computer. Nee, het was in mijn slaapkussen. Een kussen om te slapen. Ja, ach, wat... Maar jij zegt, wat is dat ja, maar, nu? Ik kan daar niet zonder. Waar gaat je daarop slapen? Ja, maar wie denkt daar nu aan? Ja, ik slaap zo graag. Dan neem je ook een bed mee, hè? Ik slaap zo graag. Dus je gaat wel een kussen, maar geen bed. Ja, want daar kan ik nog een beetje op het strand. Oké, nog, ik heb nog één vraag dan voor u. Wat is mijn minst favoriete muziekgenre? Drum and bass. Fout. Drum and bass is nog anders, maar het is jump up. Ja! Dat is allemaal hetzelfde, hè? Ja, nee, hè. Jump up, dubstep. Geen haat naar de mensen die jump up luisteren, maar ik weet niet, dat is gewoon het minste. Ik zou dat nog wel luisteren, want ik luister echt alles. Marcel luistert zelfs klassieke muziek. Ik zou dat nog wel luisteren, maar dan gewoon het minst snel. Maar jongens, normaal, als de score klopt, is het 7-8. Wat wil dat zeggen? Dat Senne nu mosterd gaat eten. Ik zal het even halen voor je. Ja, oké, dan... Ja, het zal wel moeten, zeker. Ik ga het halen. Bo gaat mosterd halen. Helaas. Ik eis een herkansing. Uw vragen, wat zijn uw vragen? Ah, die is goed. Wie neemt nu een kussen mee naar een eiland? Je kunt gewoon niet tegen uw verlies krijgen. Oh, dat... Oh. Maar ik lust dat ook gewoon echt niet. Ik vind dat echt niet zo nice. Oké, mensen, voordat ik de mosterd ga eten, like voor een deel 2, dan doen we dit nog eens. En dan hoop ik dat Bo verliest. Laat misschien vragen achter in de reacties die we nog kunnen stellen aan elkaar. En dan ja, is het tijd om de mosterd te eten. Het is echt heftig. Er zit ook zo wat juice erbij. Mag eens ruiken. Juice. Ja, is het te veel, schat? Dit is het, mensen. En dat stinkt. Ja. Oh, ik vind dat echt mooi. Hey, daar zit inderdaad juice bij. Dat is zo olie. Niet kotsen, hè? Oh, dat smaakt naar kotsen. Geef me chocolade. Oh, dat is echt vies. Ik ga stuk. Oh. Dat is ook echt zo heftig, denk ik. Oh, fuck, dat smaakt gewoon naar kotsen. Dat is geen grap. Kent je zo als je kot zo komt? Oeh, ja. Zo zuur. Even kot door aan het eten. Oh my god, dat was wel. Like ik heb het wel gedaan. Ja, respect. One credit naar jou. Zo, dames en heren, dat was dan weer de vlog. Hopelijk vonden jullie het leuk om mij te zien mosterd eten. Ik vond het iets minder leuk. Maar zoals ik al zei, dames en heren, like voor een deel 2. Misschien doen we dit dan nog wel eens. En deel andere vragen. En ik hoop dat Bo dan verliest. Vergeet ook zeker niet te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie in een volgende video. Ciao.